De Stichting Projectenontwikkeling PARA, onder leiding van NDP-topper Ricardo Panka, heeft vandaag het startsein gegeven van het woningbouwproject City of PARA. Op dit project moeten er 1200 woningen komen te staan. In de eerste fase zullen er 70 woningen worden gebouwd. Vandaag werd de eerste steenlegging gedaan voor de eerste 6 huizen. De financiering zal geschieden door de Surinaamse Postspaarbank. Volgens Panka kunnen de geregistreerden door tussenkomst van de stichting de woningen financieren. We maken gebruik van de 7% regeling van de bank, waardoor een bepaalde inkomensgroep geholpen kan worden. Technisch bekeken zien we dat prijzen van bouw en bouwmaterialen gestegen zijn. Voornamelijk de belangrijkste bestanddelen, cement, stenen en noem maar op, bijna alles. Dat maakt natuurlijk de zaak een stukje moeilijker. Omdat sommige mensen met een bepaalde inkomen dan in principe niet in aanmerking zouden kunnen komen vanwege het inkomen. Omdat de 7% regeling, daaronder vallen mensen. Want er was eerst een 5% regeling. Daaronder vallen dus mensen die verdienen tussen de 600 en ik denk 2000 of 3000 SMB. NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis en districtscommissaris Ajay Kali, die waarneemt voor Armand Jurel, juichen het initiatief van de stichting toe. Beiden riepen de paranen met woningnood op zich te registreren. Mensen die dringend een woning nodig hebben, ik heb begrepen dat er ruimte is voor registratie, toch? Dus alleen nog voor het is. Dus mensen kunnen komen en voor ieder is er dus een mogelijkheid. De man zal gaan gaan meer of de man zal gaan passie of travasie. Er is genoeg mogelijkheid en je kan gefaciliteerd worden. Ik wil de gemeenschap oproepen en vooral ook in PARA kijken we, maar ik neem aan dat iedereen de ruimte heeft om zich hier te kunnen vestigen. We kijken uit naar het ondersteunen van dit project en dat dit project in feite mag slagen en mag voorzien in die woningbehoefte die op dit moment groot is in Suriname. Wij van het commissariaat, wij waarderen, wij juichen het toe, dit project. Wij wensen u heel veel succes. U ziet het, alle actoren, het is enorm veel werk voorbereid om te komen tot de dag van vandaag. Alle actoren zijn berekend, bijgehaald, ook niet van het buitenland, maar de financierders zijn van Suriname. Wij van, dus, dat is Wisani naar Igisani. Dan, trouwens, de regering, de president, streeft naar zoveel woningen voor mensen van woningnood. Nogmaals, wij wensen u veel succes, alle actoren. En wij wensen nogmaals veel succes en gefeliciteerd met dit project. U hoorde achtereenvolgens NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis en waarnemend districtscommissaris Ajay Kali vandaag bij de eerste steenlegging van 6 woningen in PARA als onderdeel van het woningbouwproject City of PARA.